Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En voor de mensen op YouTube, hoi en leuk dat je weer kijkt. Uh, belichting is niet optimaal, maar uh, ja we gaan er gewoon voor. Het zijn donkere dagen. En over de donkere dagen gesproken, het is december. En uh, we gaan het vandaag hebben over de feestdagen. En weet je, misschien had je voordat de feestdagen begonnen al wel stress. Uh, dat je eind november misschien al dacht, oh, de decembermaand komt eraan. Uh, ik denk na over alle verleidingen die op de loer liggen. Alle etentjes die weer gaan beginnen. De lekkernijen, de feestjes, noem het allemaal op. Nou, in gedachten ben je dus eigenlijk al continu bezig uh, met al het eten. En het kan zijn dat je gedachten ervaart, zoals deze: Hoe ga ik hier balans in houden? Hopelijk eet ik niet te veel. Ik moet me gewoon inhouden, genoeg is genoeg. Ik weet dat ik kleine porties moet aanhouden, maar waarom mislukt dat dan zo vaak? Ik ga vooral niet te veel eten. Ach, laat maar. Ik ga gewoon genieten en ik eet alles wat ik wil. Laten we eens verder ingaan op die laatste gedachte. Van dat je zegt van, ik ga gewoon genieten en ik eet alles wat ik wil. Nou, dat is één manier om er tegenaan te kijken. Want er zijn natuurlijk meerdere aspecten uh, waarop je de decembermaand, of meerdere, mind, meerdere manieren van mindset waarop je de decembermaand kan ingaan. Maar dit is er één van. En stel je besluit gewoon. Uh, ja. Lekker te genieten, want ja, weet je, je begint toch in januari alweer, dus nu maakt het allemaal niet meer uit. Weet je, na één etentje um, merk ik op een gegeven moment wel dat je bijvoorbeeld bomvol zit. Het was lekker, maar je zit eigenlijk zo vol dat je eigenlijk gewoon de buikpijn van krijgt. En als je s'avonds ook in bed ligt, dat je amper kan rollen, omdat gewoon je maag gewoon zo strak staat. Ik denk dat we dat gevoel allemaal wel ergens herkennen, allemaal wel een keer meegemaakt. Maar het, het was dus lekker, maar het was niet. Het, is niet, het voelt niet eens meer fijn. Weet je? Het voelt niet meer comfortabel. Je hebt dus echt te veel gegeten. En misschien je, begin je nou te denken: van, ja, weet je, ik voel me schuldig. Ik moet het weer in balans brengen. Hoe ga ik dit weer verbranden? Welke workouts kan ik doen? Hoeveel cardio moet ik doen om dit eraf te trainen? Hoe kan ik dit weer verbranden? En dan denk je morgen, oké, okay, morgen ga ik uh, deze workout doen. Ik heb al helemaal een workout in mijn hoofd, veel cardio, ga ik heel veel van zweten, dat helpt vast wel. En eigenlijk ben je gewoon een soort van gefrustreerd met jezelf. Dat je denkt, waarom heb ik dan nou ook weer zoveel gegeten? En elke keer ervaar je die negatieve gedachten daar rondom. Het gevolg is dat heel veel mensen, nou echt, ik haat dat ding, maar heel veel mensen die gaan dus gewoon weer op de weegschaal staan nadat ze zo'n etentje hebben gehad. Nou, dan zie je dus dat je veel bent aangekomen. En nou hebben we dus echt dat gevoel dat je weer moet compenseren. Dat je weer moet trainen om het weer af te krijgen. Maar mensen vergeten dat als je zo'n grote maaltijd hebt gehad, dat er ook heel veel vocht vastgehouden wordt. En zeg niet dat alles wat je eet, dat dat wordt opgeslagen als vocht. Tuurlijk niet. Maar elke keer als je eet, wordt er ook vocht opgeslagen. En vaak eten we andere voedingsmiddelen dan normaal. Dus je lichaam die, die slaat het op die manier op. En. Het duurt ook een tijdje, weet je, voordat het voedsel in je lijf wordt verwerkt. Dus geef je lichaam ook de tijd. Maar wat heel veel mensen dus doen, is dat ze de dag erna gelijk weer op de weegschaal gaan staan. En natuurlijk zie je dat terug. Dat is een logisch proces, weet je. Dat zo, zo werkt je lichaam. Um, dus mijn advies is sowieso, wat ik net al zei, om die weegschaal gewoon helemaal links te laten liggen. Gewoon de prullenbak te flikkeren en gewoon uh, ja, te laten voor wat het is. Maar... Uh, ja, ik kan het wel zeggen, maar het zijn toch heel veel mensen die er toch steeds op gaan staan. En dat toch nog zien als dé graadmeter voor progressie en hoe je lijf uh, op dat moment is. Maar laat hem gewoon staan, raak hem niet aan, want je mindset krijgt hier zo'n klap van, terwijl het echt onnodig is. Mijn advies is sowieso om niet uit te gaan van de weegschaal en hem niet op het nauwelijks te gebruiken, omdat het juist zo fluctueert. Gewicht zegt gewoon vrij weinig. Dus je vetpercentage, omtrekken centimeters, hoe je je voelt, je kleding zit, etc., dat is veel belangrijker dan dat getal. Maar goed, een andere manier gaat in op andere gedachten die je vooraf kunt ervaren. Dit zijn de regels die je zelf oplegt, zoals deze. Ik moet me gewoon inhouden, genoeg is genoeg. Ik eet gewoon kleinere porties. Wat ik ook doe, ik ga vooral niet te veel eten. Ik vermijd gewoon een aantal dingen. Zorg dat ik de gezonde dingen opschep en laat het toetje gewoon staan. Dan komt het wel goed. Oké, okay, en stel je voor, dit lukt. Dit scenario is, uh, nou, dat heb je helemaal uh, van, van tevoren met jezelf afgesproken. Je bent super strikt, super consistent en het lukt je. Stel dat het lukt. In een moment denk je misschien, yes, weet je, I did it, super goed. Je voelt je heel goed. Het is je gelukt. Je hebt gezond gegeten, terwijl er zoveel lekkers voor je neus stond. Dikke duim omhoog. Ik ben goed bezig, denk je. Maar is dat wel zo? Ben je dan wel echt goed bezig? Ten eerste heb je niet kunnen genieten, omdat je zo druk bezig was met jezelf in het gareel te houden. Um, je hebt al het lekkere eten gemist. Omdat je jezelf dit in feite gewoon ontzegd hebt. En het niet van jezelf mocht. En achteraf voel je, je ergens beginnen ook wel verdrietig. En teleurgesteld omdat je eigenlijk zoveel lekkers hebt gewoon laten staan. En zoveel lekkers, wat eigenlijk alleen maar één keer per jaar langskomt. Denk aan oliebollen, appelflappen, um, uh, allemaal lekkere hoe noem je het, speciale uh, dingen die ze dan weer. Speciale uh, collecties die ze dan in de supermarkt hebben. Al die lekkere dingen. Weet je, dat heb je allemaal niet genomen. En in een moment um, was je zoveel met eten bezig. Waardoor je te weinig hebt kunnen genieten van de tijd die je eigenlijk met familie en vrienden aan het doorbrengen was. Snap je? En dat is zo zonde. Dus eigenlijk is de conclusie, beide, beide manieren zijn niet fijn en beide manieren zijn niet gezond. Dus ik ben echt van mening, de feestmaand zou helemaal niet in het teken moeten staan van voeding. Zou helemaal niet in het teken moeten staan van uh, stress en zorgen maken om hoeveel je eet, hoeveel je weegt. Het draait er namelijk om dat je lekker in je vel zit. En dat je kunt genieten van de gezelligheid en de mensen om je heen. Dat is echt de kern gewoon van deze feestdagen. Maar als jij leeft voor het weekend omdat je dan alles van jezelf mag, also known as cheat days. Gedurende de week geen koek, snoep, pizza, vette hap, whatever mag eten wanneer je er zin in hebt. Wanneer je heel veel voedingsmiddelen ontzegt of labelt met goed of fout, gezond of ongezond, dan weet je dat je tijdens de feestdagen helemaal los zou gaan omdat je dit als excuus kunt gebruiken. Zelfs met vakantie. Heel veel mensen denken we ook, oh, op vakantie, oh, dan ga ik helemaal genieten. Ja, kom ik wel aan. Maar ja, speciale dag. Dus nu mag het. Of speciale tijd. Nee, het mag altijd. Weet je? En je gaat misschien doen dingen. Ja, maar het zijn de feestdagen. Ja, maar ik pak het gezond eten wel weer op na de decembermaand. Ik verdien dit. Noem het allemaal op. Het zijn allemaal van die dingen die je zelf kan vertellen. Dit is echt niet de juiste instelling om te genieten van deze maand. Want zeg dan zelf, hoe voel je je echt? Als je je lijf dag in dag uit volst, volst houdt met snoek, euh, snoep en koek en chocolade en alle feestdagen specials. Voel je je dan echt goed, energiek, fit, zoals je je wil, zou, willen, zou willen voelen? Ik denk het niet. En je ervaart regelmatig een negatieve mindset doordat je denkt, ik doe het niet goed, ik eet te veel, ik heb gefaald, enzovoort. Je bent zoveel met het voedingsaspect bezig en dat is zo enorm zonde. Dus vraag jezelf af, weet je, hoe wil je deze feestdagen herinneren? Dat je terugdenkt en realiseert: Ik was alweer deed alleen maar bezig met voeding. Net als vorig jaar, net als het jaar ervoor. Of wil je terugkijken de en denken: Oh, het was een zo leuk en gezellig. We waren echt een leuk, gezellig met z'n allen aan de tafel. En we hebben dit en dat gegeten. En die en die weer gezien, helemaal bijgepraat. Gewoon de leuke ervaring. Weet je, de, de hele beleving. En niet elke keer die focus op voeding te leggen. En de realiteit is dat je je goed voelt wanneer je, je lijf voedt. In plaats van vult. Als je de goede nutriënten tot je neemt, maar ook hier en daar geniet, dat is waar het om draait. Want als je zelf het hele jaar alles toestaat en niet leeft met veel regels en restricties rondom voeding, dan voelt hij niet als lucky ticket van yes, nu mag het. Het voelt speciaal omdat het de feestdagen zijn, maar je voelt niet de drang om jezelf vol te proppen. Kijk, chocolade is voor jou dan niet speciaal. Koekjes ook niet, omdat je op normale dagen zou je er ook geen restrictie op zetten. En als jij vandaag een koekje eet bijvoorbeeld, dan kun je het bij eentje houden. Want als je daar behoefte aan hebt, kan je dat morgen gewoon weer eten. En dat is die relaxte mindset waar je heen wil. En zo voorkom je ook dat je gaat bingen en dus gewoon een enorme eetbui gaat krijgen in de decembermaand. Omdat je dat in het normale leven, heb je zoveel regels en restricties, dat dit gewoon zo speciaal voelt. Dat je denkt, nu is het de tijd om al oud te gaan. En... Als je iemand bent die bijvoorbeeld, nou we hebben het dus, dus nu over binge, maar als je iemand bent die struggelt met eetbuien en emotie eten, dan is deze podcast misschien wat te kort door de bocht voor je. Want er zit waarschijnlijk nog heel veel onder aan emoties, wat verwerkt mag worden en wat een plekje mag krijgen. Dus kijk dan of je daar zelf kleine stapjes in kunt zetten om een betere relatie met voeding te ontwikkelen. Maar lukt het zelf niet? Ga dan hulp zoeken naar, bij een professional. Echt, het is echt zo belangrijk. Kijk of je, daar, uh, of je daar kleine stapjes in kunt zetten voor jezelf. Maar als je het gevoel hebt van: nee, dit lukt mezelf niet, dan kan het gewoon echt voor je werken om met iemand over te gaan praten. Ik vind het zo zonde om dan uh, te zien dat mensen ermee rond blijven lopen. Weet je? Want je kunt gewoon actie ondernemen om die balans weer te herstellen. En dat is gewoon zo enorm waarde waardevol, waardoor je gewoon ja, je relatie met voeding kunt herstellen. En waardoor je dit soort momenten helemaal niet meer ervaart. Dus ook niet voor um, de, de vakanties, feestdagen, noem het allemaal maar op. Al die speciale dagen. Hoe zou het voelen voor jou om gewoon altijd... gewoon een fijne relatie met de voeding te hebben en in balans te zijn? Dat is toch waar je heen wil? Dus onderneem een actie. Maar ook, weet je, um, ook dan is jezelf alles toestaan en die restricties weghalen... een belangrijk ding wat je kunt doen om de balans te herstellen... Want zo'n eetbui kan voortkomen uit lichamelijke stress en in de basis misschien te weinig voeding. En als je aan het diëten bent, wat dus een vorm van restrictie is, of jezelf bepaalde voedingsmiddelen ontzegt, dan wil je het vaak alleen maar meer. Voorbeeld, als iemand tegen jou zegt: Eet een week geen chocolade, maar waar ga je helemaal aan denken? Chocolade. Dus het is, je krijgt er alleen maar meer drang naar, omdat je steeds aan het niet mogen gaat denken. Wat je niet mag, of waar de restrictie op zit, wil je hebben. Zo werkt het. En onthoud, <coughs> onthoud dat het in feite geen feestmaand is, maar dat er eigenlijk maar vijf feestdagen zijn in december. Ik zeg vaak al feestmaand, omdat natuurlijk dat is de sfeer die er heerst, maar heel plat. Het zijn vijf dagen. Vijf dagen waarop je waarschijnlijk anders eet dan normaal. En die andere 26 kan je gewoon op de normale manier doorbrengen. Sportschool is gewoon open. Je kunt gewoon workouts doen. Je kunt gewoon bewuste keuzes maken. Lekker leven. Kijk, zoals je dat op de normale, normale dagen ook zou doen. Dus reality check. Als je deze dagen gewoon normaal eet, dan die vijf dagen waarop je net wat meer eet en wat meer geniet. Wat maakt dat dan uit? <laughs> en leer jezelf gewoon aan, weet je, ook om. Bewust te kiezen en jezelf af te vragen: van welke voedingsmiddelen krijg ik een goed gevoel? Welke gerechten wil ik maken waar ik een hoog energieniveau van krijg? En waar word ik en dus mijn lichaam blij van? En ik kan me voorstellen dat het echt lastig is om aan te voelen um, hoe dat voor je is um, en hoe, welke voedingsmiddelen. Um, je een goed gevoel geeft. Omdat je misschien meer zit in um, wat je lekker vindt. En dat je daar heel erg de focus op legt. Maar ik denk echt dat hoe meer bewustere en uh, um, uh, betere keuzes je gaat maken met voeding, waar meer uh, nutritionele waarde zeg maar, in zit. meer um, um, voedingsstoffen, dat je echt gaat ervaren en voelen. Tuurlijk, na één, twee dagen ga je dit niet, ga je dit niet ervaren. Maar. Het moet echt consistent meerdere dagen zijn, meerdere weken. Waardoor je echt voelt van wow, als ik deze bewuste keuze maak, heb ik veel meer energie. Mijn energieniveau is stabieler. Ik kan veel meer dingen doen. Ik heb minder dipjes. Ik heb de hele dag door consistente energie om alles te doen wat ik wil doen. Mijn workouts worden beter. Mijn huid klaart op. Alles, alles gaat dan gewoon echt in zo'n flow. Maar dat moet je ervaren. Kies ook bewust als je eet. Weet je. Vraag jezelf af waarom je eet. Is dit omdat je echt honger hebt? Of nou ja, als in je maag rommelt, fysieke honger en geen emotionele honger. Dus dan kun je ook jezelf afvragen, trouwens, van als je um, probeert te peilen of je echt trek hebt, zou je nu een hele banaan op kunnen? Vraag jezelf het af. Of eet je omdat je gewoon wat wil eten, omdat je je verveelt. Omdat je gewoon een beetje rond zit te hangen en denkt: hm, ik zal wel, wel nu wel even wat lekkers erbij willen eten. Of eet je omdat je er alleen blij van wordt? Of voel je, je misschien sociale druk om mee te doen? Dat is vooral ook hè, met de feestdagen. Mensen gaan rond, borrelplanken, neem dit, neem dat, neem even een hapje. Ah, waarom niet? Hup. En dan is het voor sommige mensen ook zo moeilijk om nee te zeggen. Maar jij bent de baas over je lichaam, vergeet dat niet. En jij mag de keuzes maken die voor jou goed voelen. En als dat is, de borrelplank afslaan, niet weer nog een bitterbal. Je hebt er al een gehad. En je denkt, nou dat was eigenlijk wel voldoende. Laat het je niet opdringen. Ken je grenzen voor jezelf. Stel die grenzen voor jezelf. Zo belangrijk. Dus dat zijn hele belangrijke dingen die je jezelf kunt afvragen. En het valt allemaal onder bewust kiezen: bewust afvragen wat bepaalde voeding met je lijf en je mindset doet. Maar wanneer je vooraf eigenlijk al weet dat je spijt gaat krijgen van nog een oliebol. Nog een stuk chocolade of weer heel wat hapjes van die, van die borrelplank. Waarom zou je het dan eten? Het laat je niet beter voelen, zowel lichamelijk als mentaal. Dus gevoel hierin is ontzettend belangrijk. Luister daarnaar. Probeer. Kijk, want heel vaak dan is het ook mind, mindless. Weet je, dat we gewoon denken: oh ja, lekker. En dat we nog eentje eten. En dat we denken: was dat echt nodig? Nee, het was niet nodig. Maar als je dus een soort pauze neemt voordat je besluit om die hap te nemen, voordat je besluit om. Dat je gewoon even zegt van, nou ik wacht nog even, misschien straks. Dat je jezelf echt even afvraagt van, heb ik daar nu echt behoefte aan? Vind ik dat nog steeds heel lekker? Want het is hetzelfde als je bijvoorbeeld chips eet. Als je chips eet, dan in het begin dan denk je, oeh ja, dit is echt super lekker. En dan eet je en dan eet je en op een gegeven moment denk je, ik ben gewoon nu aan het eten. Weet je, ik, ik, proef, ik, ik ervaar het niet meer zo als in het begin dat je echt denkt, mmm, deze chips zijn echt lekker. Want dan, dan eet je gewoon maar door, zeg maar. Omdat je gewoon, ja, je hebt die zak en dat schaaltje voor je. En je blijft gewoon eten. Dus dat is ook een hele goede, een goed voorbeeld. Waarin je dus merkt uh, wat dat eigenlijk doet. En dat, 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 hoe meer je eigenlijk eet, dat het eigenlijk een soort van de plezier al zeg maar, daar weghaalt. Of die eerste joy die je voelt dat je denkt van oh ja, dit is echt lekker. Snap je wat ik bedoel? Het is een beetje lastig uit te leggen, maar ik denk dat je wel, wel begrijpt. Um, dus luister daarna. Hou vast aan wat voor jou goed voelt. En vraag jezelf ook af, weet je, hoe wil jij je voelen deze maand? Het kan heel handig zijn om dit misschien op te schrijven, om dat nog wat uh, concreter te maken voor jezelf. Um, want veel dingen blijven natuurlijk vaak rondhangen in ons hoofd, maar de kracht van pen op papier is echt super waardevol. Um, en vraag jezelf af: weet je, wat zorgt ervoor dat jij je blij, gelukkig, gezond en fit kan blijven voelen deze maand? En misschien denk je nu van ja, dat is uh, sporten, vind ik heel fijn. Uh, als ik voldoende groente eet, voel ik me goed. Uh, als ik gewoon de smoothies blijf maken die ik altijd maak, omgaan met de juiste mensen, noem het allemaal op. Het kan, 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 kan van alles kan het zijn. En wanneer je dat misschien nog lastig vindt en um, als je jezelf afvraagt van moet ik het nou eten of moet ik het nou niet eten, dat je echt in een soort tweestrijd zit, vraag jezelf dan af. Is dit in overeenkomst met de intentie die ik voor deze maand heb gezet? Is dit hoe ik me wil voelen? Geniet ik hier echt van? Of eet ik om te eten? En met een relaxed mindset, bewust genieten, is denk ik het allerbelangrijkste. Dus concreet: decemberstress, omvoeding, whatever. Welke gedachten je ook ervaart. Hoe los je dit op? Gewoon eten. Geniet. Maar wees bewust terwijl je eet. Let op je hongersignalen. En de volgende dag pak je de draad gewoon weer op. Doe je gewoon weer alles wat je altijd doet. That's it. Je hebt echt geen waslijst aan tips nodig. Want ja, je kunt wel altijd tips geven van... Oh ja, doe dit en doe dat. Maar er zijn geen tips nodig, want het zit allemaal in jou. En jij weet zelf wat het beste, het beste voor jou is en voor je lichaam. En wat jou goede vibes gaat brengen. Zo simpel is het. En dit is de laatste maand van 2022 en ik hoop echt dat je het jaar op een hele mooie manier kunt afsluiten. Ik wens jou heel veel geluk, heel veel plezier, heel veel gezondheid toe en ik weet zeker dat je dit kan. You can do this echt. Ik hoop dat je deze podcast leuk en informatief vond. En als het geval was, zou ik het super tof vinden om je reactie te horen. Uh, vergeet me dan vooral ook niet te taggen op Instagram, AdFitEddicTonL. Wanneer je luistert, uh, volg mij voor meer tips en adviezen. Uh, zoals deze. En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Graag tot in de volgende. Doei doei, heel veel succes.